Hartelijk welkom bij de volgende in-depth video. En hier moet ik even de hand in eigen boezem steken. Ik heb een tijdje terug laten zien in de videoserie dat als ik een border heb die ik in mijn bibliotheek heb zitten, ik heb daar toen deze voor gepakt, dat je zeg maar kunt ungroepen en dan iets eruit kunt halen. Dat kan, dat klopt. Ik kan zeg maar de hele, want op dit moment is het één afbeelding. Hoe weet ik dat? Even selecteren. Kijk, als ik het aanklik en ik versleep het, dan versleep ik alles in één keer. Als ik het nu ga ungroepen, dat is zeg maar hier deze zwarte, dat zwarte potje hierboven, hier middenboven. Deze. Ja. En ik klik er even naast en dan weer op een bepaald onderdeel van deze afbeelding. Laten we maar even zo'n ding hier beneden doen. Dan zien we dat er nog maar een stukje geselecteerd is, omdat het ungroept is. Ik heb die gebruiker verteld dat je dan simpelweg dit eruit haalt, de rest weggooit en dan heb je wat je wil hebben. Pas op. Ik ga even dit weggooien. Dat is namelijk iets wat ik in voor het gemak vergeten ben. Want wat die gebruiker mij namelijk verteld heeft, en dat is toch iets, daar moet ik even iets mee doen, was dat hij doet aan modelbouw en hij heeft een bouwplaat als het ware gedownload, en die wil hij uitsnijden. Alleen, die bouwplaat is natuurlijk nog niet een Lightburn bestand. Dat is simpelweg een image. Nou, ik heb dus ook even een bouwplaat gedownload en ik ga laten zien hoe dit werkt. Ik ga die bouwplaat importeren. Dat doe ik via importeren. Dat is de vierde knop van links hier bovenin, naast het diskettetje. Ik klik daarop. Ik ga in dit geval naar mijn downloads, want daar heb ik hem staan. En dat ding dat heet brandweerauto. Hoppatee, daar komt de brandweerauto aan. Oké. Je kan doen en laten wat je wilt. Als ik deze ga selecteren, dat zal ik even doen. Er is geen groep en ungroep op zwart. Hoe komt dit? Omdat het nog een JPEG is. Wat ik dus moet doen, ik moet die JPEG eerst omvormen. Eigenlijk naar een soort van Lightburn bestand. Het is misschien niet het goede woord hoor, Lightburn bestand. Hoe doe ik dat? Ik ga met de muis daarop staan. Ik moet hem wel even selecteren. Dat is nu gebeurd. Dan kunnen we zien aan die blokjes eromheen. Doe ik de rechter muisknop. En nu zeg ik afbeelding overtrekken. Dit gaat vrij zuiver. Alles is paars. Paars is eigenlijk dat wat hij tekent. Maar je hebt hier schuifbalken. Stel dat het niet helemaal goed eruit ziet. Dan kan je hiermee spelen om het beter over te trekken. Maar let op dit moment is het niet goed, want paars is juist overtrekken. Ja? Dus dit is perfect. Terwijl zeg maar halve stukjes paars niet. Dus je kunt met die schuifbalken kun je wat spelen, zodat zeg maar dit ook keurig paars overtrokken wordt. En nou klik ik op oké. Je zult zeggen, er is niks gebeurd. Jawel, er is wel wat gebeurd. Om te beginnen zien we aan de rechterkant bij snijden nu twee lagen. Een afbeeldinglaag en een vullaag. De afbeelding is eigenlijk het origineel. Maar die vullaag, als ik die nou ga slepen. Kijk. Nu kan ik het origineel, dat is die onderste, weggooien. Waarschijnlijk heb je dat bestand toch gesaved op je pc. Selecteer die andere. Die sleep ik even naar het midden. Dit wordt geen vullen. Hè? Dit gaat straks snijden worden. Hè? Dus het wordt een lijn. Even voor de duidelijkheid. Gaat dit ook veranderen? Doe je dat? Ja. Moet je ook de waardes veranderen. Hè? Bij mij was dat 300 bij 75. Even als voorbeeld. En dan vier keer eroverheen. Nou ja, even, dat is even een voorbeeld. Hè? Maar dat heb ik in die video's uitdrukkelijk laten zien. Maar nu gaan we die truc uitvoeren die ik net liet zien. Dus nu ga ik zeg maar zeggen van ik selecteer die afbeelding. En nu zullen we zien dat we bovenin wel die knop hebben om te ungroepen. Dus die met dat ene poppetje. Ik doe dat. Ik klik er even naast. En nu zeg ik, ik wil alleen dit figuur hebben. Misschien het makkelijkste. Die. En nu zie je, hij is alleen geselecteerd. En nu kan ik hem eruit halen. Kan ik de rest als het ware selecteren door eroverheen te slepen. Die te deleten. Nu heb ik die ene figuur die ik wilde hebben. En die kan ik dan gaan snijden of wat dan ook mee gaan doen. Nou, dit stukje, zeker dat eerste stukje, dat was ik vergeten in die uitleg. En daarom dat ik daar even dit korte videootje over gemaakt heb. Ik hoop dat je ook hier weer wat aan hebt. Tot de volgende keer bij de volgende video. Dag.